Planet is een online huiswerkplanner en het maakt voor iedere leerling een planning op maat. Al mijn huiswerk en toetsen en dat soort dingen en dan berekent die wanneer je dat moet gaan doen. Een leerling logt in, vult in hoeveel tijd hij heeft per dag om aan zijn huiswerk te werken. Als een leerling volgende week een toets heeft voor Engels, dan vult hij voor volgende week in zijn Planet in toets voor Engels. Hij geeft aan hoe lang hij denkt daarmee bezig te zijn. Eén druk op de knop en Planet maakt real-time een planning voor de leerling. Als je iets invoert van een proefwerk Frans of zo en je zegt ja, daar ben ik 2 uur mee bezig, dan roostert hij dat in. En meestal doet hij dat over verschillende dagen. De temperatuur is gewoonlijk. La plage is het strand. In ieder geval aardrijkskunde. Ik heb een toets over en over Frans. Ja, soms vergeet ik het wel eens in te vullen. En dan raak ik in de war wat ik doe. Dus het is echt elke dag gebeuren. Het is 4 jaar geleden is het ontstaan eigenlijk, omdat wij merkten dat leerlingen het niet goed kunnen plannen. Dat het niet veel uitmaakt of ze op het VMBO of op het gymnasium zitten. Over het algemeen hebben ze er moeite mee. Planet draait online, het is een website. Dus leerlingen kunnen er altijd gebruik van maken, waar ze ook zijn. Als ze internet hebben, kunnen ze inloggen. Kunnen ze hun planning bekijken en aanpassen. Planet past de planning aan op de leerresultaten van de leerling. Dus als je 2 keer een onvoldoende hebt gehaald voor je Engels en je hebt daar 2 keer een half uur voor geleerd, de derde keer dat je een toets krijgt en je voelt weer in een half uur, dan zegt Planet van, oh, wacht eventjes. Ons advies is om wat langer te gaan leren. Er zijn inmiddels ook al meerdere scholen die Planet gebruiken. Omdat die scholen natuurlijk ook ervaren dat leerlingen moeite hebben met plannen. Eerst gebruikte ik geen Planet en nu gebruik ik dat wel. Dankzij Planet haal ik nu wel betere cijfers. Nu heb ik ook veel betere cijfers ook, omdat ik beter van tevoren leer. Dus.